laminaatplanken. Ja, precies. Een keer met een draaibek. Vet hoor. Ja, heel lelijk vind ik. Maar ik weet niet of het bij ons past. Maar ja, heel veel hebben dat wel ook al, hè. Dit vind ik dus Ordi. Vind jij het niet leuk? Toch niet? Wat moeten we dan nu doen? Want als we dan wachten, dan komt het meubilair te laat. We hebben echt een lekker weertje uitgevoerd. Wat gaan we doen, Mel? We gaan de sleutel halen. Yay, we krijgen de sleutel. Hé, ik zie nog aannemers. Even... Zwaar openbelicht. En Tim wil maken. Ik zit ook wel heel dicht bij het licht, ja. Ja, dat is goed. Toch? Maar wacht op. Yay. Met champagne dan. Gaan we... Oh, moesten we nog champagne erbij doen? Ja, we moeten net gewoon een foto doen. Maar we hebben net een foto gemaakt. Ja, maak er nog geen. Oké. Okay. Leuk hè, YouTuber. Nou, jongens. We hebben de sleutel. We hebben de sleutel. Yay. Woehoe. Now it's our pond. Nou ja, het zit natuurlijk geen kop. Maar nee, toch. Toch voelt het van ons. Ja. Jongens, we hebben dus de sleutel. Het voelt niet super bijzonder, omdat we natuurlijk al de hele tijd in het pand konden. Maar toch, het is nu wel officieel. Het is gewoon klaar. En we kunnen gaan beginnen. De vergunning aanvraag hebben we natuurlijk. De goedkeuring hebben we nog steeds niet. Maar dat kunnen we misschien wel binnen 2 weken verwachten als het goedgekeurd wordt. Dus we gaan gewoon langzaam pas beginnen met de elektricien of zo. Het gaat helemaal rukken op die lijn. Nou, wij hebben even een moodboardje in elkaar geplaatst. Want Rolf die zei gisteren. Ja, morgen om 1 uur dan ga ik allemaal mensen uit de Dorpsstraat uitnodigen om dat pand te laten zien. Want het is natuurlijk ons pand, maar ook van andere ondernemers en ook van bewoners erboven. Dus misschien willen jullie even moodboards presenteren. Dus toen dachten we, uiteindelijk doen we het toch wel. Dus we hebben wat. Maar het oogt wel veel rozer dan de bedoeling is. Want er zit volgens mij ook een klein beetje een waas overheen. Dus ook die zwarte plaatjes lijken een beetje roze. Dus ik hoop niet dat dit mensen gaat afschrikken van, oh, dit wordt heel vrouwelijk. Want het gaat echt mega erg meevallen hoe roze het gaat worden. Maar goed. Ja. Yeah. Het moodboard is ook echt zo klein. Er is niemand. Hier staat het moodboard. En we hebben even slingers opgehangen, jongens. Hey. En hier ook. Hey. Zo, we kunnen wel serieus al gewoon eerder al onze naam ook boven op pand gaan zetten en zo, toch? Een beetje... aandacht trekken. Dit is dus ons moodboard. Ja, het oogt dus heel roze, wat ik al zei. Het is wel de vibe. Oh, ik heb nog steeds het concept niet gedeeld. Ik blijf het maar zeggen. Oh ja. Maar dat moet gewoon even goed. Dat doe je nu ongeveer. Ja, nou, dat is dan misschien vast een beetje leuk om. Ja. Raad maar, jongens, wat het wordt. Je hoeft niks te doen. Oh. We zijn nu weer aan het kletsen. Hey. En het moodboard. Hey. Maar het is, ik moet er wel weer even helemaal in, want ik ben er al een tijdje uit geweest. Dus ik heb gewoon een escape room. Ja, ik heb daar dan de escape room gezeten. Oh, dus dit is onze buurvrouw. Dus ik moet van weer de bakker. Even opnieuw herstarten. Ja. We zitten in de horeca, is het weer ook. Ik ga eventjes een vrouw van de gemeente bellen. We hebben haar nog nooit gebeld. Maar ik wil er even wat vragen. Dus voor hetzelfde geld neem ze op. Ja. Het is spannend. Echt spannend. Hoi, je spreekt met Charlotte Blisbloem. Oh ja, je spreekt met Charlotte van 35. Zegt dat iets? Ja, okay. Ja, ik herken je naam. Oké, top. Ja, we hadden elkaar nog nooit gesproken, maar ik dacht ik bel gewoon heel eventjes. Want ja, Melanie die had net de laatste bestanden toegestuurd. Oké, super. En ik was benieuwd of het mogelijk is om daar vandaag al naar te kijken. En dat we dan vast een terugkoppeling kunnen krijgen of het nu goed is. Ja, zeker. Ja? Ja, jij ook. Oké, doei doei. Doeg, dank je. Hoi, hoi. Yo. Alles goed? Ja, ik sta in het zwembad. Vertel. Oh, ik heb gebeld. Ik dacht ik doe het. Wie heb je gebeld? Oh ja, en? Ze is super aardig trouwens. Over het SVH, ze zei eigenlijk zelf precies wat ik dus wou voorstellen. Ze zei zelf, ja, als hij goed is gekeurd, dan wacht ik gewoon nog even met het verlenen ervan. Dus dan is hij goed gekeurd en dan kan ik hem verlenen, zeg maar, zodra het kan. Gewoon meteen. Maar dan wacht ik daar even mee, okay, totdat ik jou ook kan bijschrijven, zodat je geen extra kosten hebt. Zeg ik, oh, dat is precies wat ik wilde vragen. Okay, dus dat hoeft helemaal niet voor 11 februari. Maar ik zei, oké, fijn, dan hoef ik het ook niet uit te stellen, omdat het toch niet meer bij deze vergunning kan. Maar dan kan ik het dus wel gewoon nu gaan leren, maar er zit er niet zoveel haast bij, weet je wel.
Ja. Dus dat heeft geen haast eigenlijk. Dat kan ze dus direct verlenen zodra ik hem heb. Dus dat is heel fijn. Dus dat is fijn. En, ja, dat is mooi. Ze had het nog niet gezien, jouw mailtje, maar ik had gezegd dat je het gestuurd had. En ze maakte dus ook echt duidelijk, wat zij zei, daar maakte ik echt uit op, dat het alleen nog maar hiervan afhangt. Dus ik zei dat tegen haar, zegt ze, ja, nou, het bestemmingsplan is goed, volgens mij zei ze dat. Is al goedgekeurd. Ja. Dan is zij nog de politie afwachten, want die moeten kijken voor veiligheidsplannen en zo. Maar die zijn ook heel erg onderbezet nu, dus dat duurt gewoon lang. Maar daar kunnen we niks in doen verder, wat betreft dat politieding. En dan is het gewoon goed, waarschijnlijk. Oké, nou, dat klinkt heel mooi. Maar als de politie dan langer duurt, moeten wij dan ook langer wachten? Nee, want dat klonk niet alsof dat later dan 11 februari gaat worden. Oké. Nee, nou, mooi. Maar daar hangt het vanaf. Ja, ze zegt het is super compleet en goed en ze was best wel enthousiast. En ze zegt bellen kan echt altijd en zo. We hebben haar natuurlijk helemaal nooit gesproken. Ze zegt ik laat voor ik naar huis ga vandaag weten of dat goed is. Ik zeg anders kunnen we er weer mee aan de slag. Weet je wel, als het weer niet goed is. Maar ik zei volgens mij is het nu gewoon helemaal goed. Oké. Maar, nou, mooi. Nou, dat moet ze wel even laten weten. Ja, want ze zegt ook, ik moet natuurlijk dingen intern overleggen. Zo van alsof ze het zelf al goedgekeurd had. Zo kwam het een beetje over. Want ik moet het wel allemaal intern overleggen. Maar ik ga dan dus even bespreken hoe en wat. En of jullie dan ook gewoon al kunnen starten met al jullie werkzaamheden. Alsof het super snel gaat uiteindelijk ineens. Het klonk in ieder geval super, heel positief. 11 februari is al best wel snel, dus ik hoop dat ze daar dan rekening mee houdt. Ja, maar dat ze dus ook bijna wil regelen dat dat we dan meteen mogen beginnen of zo, zodra het goedgekeurd is, alsof het normaal niet zo is. Want ik zei over die meubels, zegt ze, ja, ik snap het helemaal. Nou, ik zou me echt geen zorgen maken als dat geld goed zit. Hallo, dus we hebben een afspraak met de leverancier van Bitfood, om daar natuurlijk eventjes mee te praten. En ik heb net als een gek, heeft Mel hier alle stoelen neergezet en ik heb melk gehaald en wc-papier, want dit is onze eerste meeting eigenlijk in het pand. Dus kijk eens. Koffieapparaat moeten we alleen nog even aansluiten. Maar ben benieuwd. Ik zag ook bij jullie wel echt hele goede grote verpakkingen. Ja. Dus dat je echt, dat miste ik nog wel eens bij andere grote handels. Ja, wij hebben per stuk verpakte dingen heel veel, maar ook gewoon groot in volume. Ja, bijvoorbeeld een heksenkaas zag ik volgens mij bij jullie een hele grote bak. Ja. Een kilo of een beetje wat. Een dronken macaroon. Lekker. En bij anderen niet. Zag ik alleen maar die je ook gewoon in de supermarkt hebt. Maar dit is ook wel ook voor restauratief, maar ook voor een lunchroom eventueel. Maar ik zeg altijd vaak, dit zijn mise en place gerechten, eigenlijk gewoon voorbereid, echt door chefs ontwikkeld. Ja. Ook door chefs gemaakt, dat hebben we gewoon uitbesteed. Ja, het is, je kan eindeloos combineren. Er zijn zoveel ideeën. Vegan Zeestar hebben jullie niet, toch? Dat merk. Met die vegan sashimi, zalm. Sashimi. Ja, dat hebben we wel. Hebben die wel? Maar dat is van een ander merk, van even opzoeken. Oh, er is nog een merk die dat heeft. Wil je nog een bakkie? Lekker. Vegan Zeestar die heeft maar heel weinig leveranciers. Nee. Even kijken hoor. Ik zoek even op van een klant. Die heeft namelijk een vegan, in Rotterdam vegan sushi. Ja, geweldig. Zo leuk. Ik ken alleen Vegan Zeestar. Oh ja, hebben we. Sorry. Vegan Zalm. Ja. Zeestar. Ja. Oké, tof. Daar hebben we. Daar werken we. Daar hebben we alle producten van. Dat is een vegan sushi bar. Dus ja. Ja, een sushi bar. Ja, dat is echt wel. Ja. Cool. Ja? Jij zit in de vlog. Wil je even spijt? Hoi. Ja, vegan junkfood bar. Zo, die heeft ook van die sushi's met deze film. Ik heb het nog niet geproefd, maar het ziet er helemaal tof uit. Ja. Retail. Ja, wat kleinere winkeltjes. Erik en Erik. Hey. Mel maakt koffie. Vooral wat ik leuk vind is mensen die net beginnen, ja. Een beetje coachen. Hey. Coachen. Hi, het is een beetje donker, dus het is aan het schemeren, maar ik heb het super leuks. Ik heb nog geen reacties van jullie gekregen trouwens, of jullie het leuk vinden om ook een beetje de proefdingetjes en zo tussendoor te zien in de uitprobeersels, maar ik denk dat het wel leuk is. Een kijker die reageerde met een tip, namelijk Su, Rotterdam Amsterdam. En dat sprak me meteen heel erg aan. Dus ik heb ze benaderd of ze ook zeg maar B2B doen, of ze ook met horecazaken samenwerken, want ze hebben zelf ook een horecazaak. Maar ze hebben dus suiker zonder troep. Wat ik vooral meteen interessant vond, zijn hun bites. Want
die me al heel lang volgt, die heeft misschien ooit heel lang geleden, 4, 5 jaar geleden op een verjaardag van mij gezien dat ik van die gebakjes had die vegan waren en allergievrij en van alles. En dat soort gebakjes vind ik helemaal leuk en dat zou ik super graag ook willen serveren in onze horecazaak. Dus ik heb ze gewoon benaderd en je kon een proefpakket bij ze kopen en we kunnen ook met ze samen gaan werken als we willen. Het is een beetje geregend net. We konden dus voor echt een niet al te hoog bedrag een proefpakket bestellen. Super leuk. Ik ben zo ontzettend benieuwd. Het heeft trouwens niks met YouTube samenwerken of wat dan ook te maken. Het is echt puur horeca. En niet korting of wat dan ook. Het is gewoon, dus in die zin, ik promote het nu, maar dat is gewoon wat ik het leuk vind. Om jullie hierin mee te nemen. Kijk, we willen eigenlijk een combi gaan doen van dingen zelf maken. En dingen die niet zelf gemaakt hoeven te worden, omdat ze ergens anders super lekker zijn, niet zelf maken. Een carrot cake zou ik persoonlijk eerder liever zelf willen maken. Maar die bites ben ik heel benieuwd naar. Ze hadden alleen iets van, ja, we sturen jullie ook de andere dingen op. Want we willen dat jullie er ook kennis mee maken. Dus zo ziet het eruit. Nogmaals, het is dus geen reclame. We krijgen geen korting of wat dan ook. En dit valt natuurlijk in een van de meest leuke dingen categorie. Namelijk het proeven. Dus zorg dat het nog bij mail terecht komt. Ah, ik hoopte al dat alles bevroren was. Dus dan kan ik alles in de vriezer knallen. Bananenbrood. Granola. En waar we het meest benieuwd naar zijn, komt denk ik als laatste. Dit zijn denk ik de Rocky Roads. Kijk, dit ziet er echt allemaal fantastisch uit. Maar wat ik zeg, ik wil ook zeker dat we gewoon dingen zelf gaan maken. En wat ik eerder ook al zei, ik ga niet bij alles laten weten of we ermee gaan werken. En wat uiteindelijk het gaat worden, zeg maar. Want ik wil ook een beetje wat dingetjes gewoon natuurlijk spannend houden. Maar dan weten jullie wel dat we hier dus mee bezig zijn. En hier gaat het uiteindelijk om. Omdat we natuurlijk ook op allergenen willen richten. Is dit fantastisch. Dit is namelijk echt super gezond. Geen troep, vegan. Volgens mij kan je dit met vrijwel elke allergie eten. Dat gaat dus om hun bites. En die zijn zo leuk. Oh, wauw, wat lekker. Het lijkt me wel heel tof. Ik vind het ook echt leuk dat ik getipt ben door een kijker. Als dit heel lekker is, ja. Super leuk om dit ook in ons concept op te nemen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat de winst is echt heel erg minimaal die je maakt op zoiets. De marge is echt niet te vergelijken met de marge als je iets elders inkoopt of natuurlijk zelf maakt. Maar de balans tussen zelf maken, goedkoper inkopen, duurder inkopen. Ja, het moet ook gewoon tof blijven natuurlijk. En dit is wel echt een aanvulling. Super leuk. Ik ga het snel in de vriezer stoppen. En dan het uittesten binnenkort met melk. Dus jullie gaan het zien of dit bij ons terecht komt. Maar ja, KSU of iets, laat het zeker weten. Helemaal leuk. Heb je nog andere tips waar we proefboxen of wat dan ook moeten aanvragen? Laat het ons weten en ja, ik zie jullie weer bij de volgende dag. Doei! Oh, en bizar wat er allemaal in hun proefbox zit trouwens. Dit is wel alleen voor bedrijven, dus dat kun je niet als particulier gewoon krijgen. Maar deze doos hebben we ook nog ontvangen. Niet normaal. Hoeveel? Oh my god. Zo lekker. We kunnen het niet groter gaan. Eén onderdeel kost al 3,5 euro, daar moet je er dan 15 van. We staan nu in de supermarktbrouwerij. Oh, ja. Cheers! We willen echt keihard gaan knallen, maar we zijn gewoon afhankelijk van mensen. Het gaat wel soort spoeltafels, we weten wat er gaat. Nu wil ik wel een drankje.